Hebben jullie het ook gelezen? Ja, in Kalpen, in Spanje. Ja, daar hebben ze genoeg van dat handdoekje leggen. Ja, jullie kennen het wel. Iedereen heeft het wel een keertje bij de hand gehad. Iedereen heeft het wel eens meegemaakt, dat handdoekje leggen. Ja, dat is een enorme irritatie als je op vakantie gaat. Ja, want dan moet je dus zorgen dat je dus je lichtbedje bij je zwembad of bij het strand, dat moet je dan al gaan vastleggen met je handdoekje. Ja, dat is het. Dat is het systeem van ikke en nog eens ikke. Dat is het gewoon. Ja. En in dat systeem, je wordt eigenlijk gedwongen om mee te gaan doen. Ik kan me nog herinneren, 40 jaar geleden, weet ik veel, ging ik naar Kreta en toen zag ik dat voor het eerst. En toen dacht ik, wat gebeurt hier nou? Wat is dit? Wat een asociaal gebeuren. Maar nee hoor, ze gingen elke ochtend en ik moest daar uiteindelijk aan meedoen. Dus ik moest ook mijn wekkertje gaan zetten. Ja, 6 uur 's morgens, weet ik veel. En toen ging ik met mijn handdoekje. En handdoekjes, en dan ging ik naar de zee. En dan gauw neerleggen. En dan stonden daar dus mede handdoekenleggers. Die stonden daar maar ook elkaar aan te kijken. Zo van ja, met een knikje. En dan gingen we weer gauw terug naar bed. En dan gingen we slapen. Zo werkte dat systeem. Ja. Ja, of je kocht een bewaker om. Ja, die daar stond. Of iemand van die lichtbedjes. En dan zei, leg jij voor mij handdoekjes neer. Hier heb je ze. En dan kon je verder doorslapen. Dat kon je natuurlijk ook doen. Of je pakte de handdoeken gewoon van die bedjes af. Wap. En die flikkerde je weg. Maar ja, dan had je verder een hele ongezellige vakantie. Dus, ja, dat hele ik en ik systeem. Ja, dat is helemaal tot bloei gekomen in het handdoekje leggen. En nou hebben ze in Kalpen, in Spanje, gezegd, nou, daar gaan we mee stoppen. Voor 9 mag er geen handdoekje meer worden gelegd. Zowel boete, €250. En als je je spullen laat staan, want je gaat dus dan 's middags eten of wat dan ook, je gaat weg. En je laat je handel staan, dan pakt de politie je hele handel op en krijg je ook een boete. Kijk. Dus die maken er een eind aan. Wat is wat, vrienden? Nu, in deze hele vakantieperiode, heeft iedereen er weer mee te maken. Ja, met het verschrikkelijke handdoekje leggen.